Samenleving in de stad. Een propere stad. Je hebt in de stad heel veel cultuur. Elke twee, drie straten hebben een andere cultuur. En we leven allemaal samen. Die woord nooit bestaat nergens. Het kan altijd iets gebeuren. Maar dat wil nog niet zeggen, het is geen samenleving. Thijs kan ook geen baby ooit een slecht zijn, pak de glas, dat wordt gebroken. En dan wil ik nog niet zeggen, het is rigiditeit. Ik ben een stuk van Antwerpen. Ik ben niet gebonden in Antwerpen. Ik ben hier geboren, getogen. Mijn zaak leeft hier. En het is helemaal niet, ik ben niet gebonden. Het is van mij. Voor 20 jaar geleden had ik de zonverduistering. 'S morgens. Voor ons Joden is dat heel interessant. En dan ging de hele Joodse gemeenschap in de stadspaar een gebed doen. Dat is mijn mooiste herinnering van de stad. Want dat gebeurt 1 keer in 20 jaar. Ja. En er komt een geluid uit. Waarom? Want het jaar wordt gedaan, volgende maandag is bij ons nieuwjaar. Mm. En dat is een teken. Het jaar is voorbij. Wat hebben jullie doorgebracht dit jaar? Denk eens na. Wat hebben jullie allemaal verkeerd gedaan dit jaar? Neem nieuwe voornemingen voor de volgende jaar. Dat moeten we 1 maand doen. Elke dag. En dan blazen we met een hoortje. Dan komt een grote geluid uit. Muziek is heel leuk. Ja. Ik heb twee hoogtepunten in het leven. Mm. Muziek is geestelijk. Ja. Muziek brengt omhoog in je gedachten. Nieuwe gevoelens. Als het de mensen niet lukt met de trompet, dan vraag ik altijd aan Marie om het een beetje te vertalen in klank. Heeft u een idee, wat zou het dan een vrolijk? Mocht u nu wat u vindt over de stad, vertalen in klank? Dan weet ik niet hoe dat te doen. Ik ken dat niet. Weet je wat? Ik weet zelfs hoe dat is. Begrijpt? Ja, ik snap het wel. Dus het is ook iets abstract. Maar zou het dan...